Wij zijn lekker in de bergen. We gaan trailrunnen en in dit filmpje leg ik je uit hoe je een trailruntocht plant. We gaan samen trailrunnen en het eerste wat dan belangrijk is, is dat je weet hoe lang je op stap wil. En het is belangrijk om te weten waar je zin in hebt. Wil je naar de top of willen we lekker rennen en tempo maken? Ik heb wel zin om daar naar die top te gaan. Oké, dus we weten waar we heen willen. Dus dan pakken we de kaart om te kijken van waar zijn we en waar gaan we heen. En daarvoor kunnen we ook de tochtenwiki van de NKBV gebruiken. Ja, wat mooi is, van een kaart geeft de informatie over hoe lang we kunnen lopen, hoeveel hoogte we meters we maken en welke afstand het is. Ja, en ik vind het fijn. Je ziet of je door het bos loopt, of door puin, of een graatje. Zeker. Ja. Dan kun je er mooi uithalen. En het voorjaar en najaar moet je echt rekening houden met sneeuw boven de 2000 meter. 2000 meter en op de noordhellingen ligt de sneeuw lager dan op de zuidhellingen. Dat kun je op de kaart goed zien. Het spreekt voor zich dat je natuurlijk ook het weerbericht checkt. Wordt het mooi weer? Gaat het regenen? Misschien zelfs wel onweer? We houden er gewoon rekening mee in onze tochtenplanning. Als ik het gebied niet ken, dan zoek ik op internet foto's en verslagen, zodat ik me al kan verdiepen en zoveel mogelijk weet wat me te wachten staat. Ja, en dan zou je ook nog op contact kunnen nemen met de Huttenwaard of met de VVV of met het gidsiebureau voor de laatste informatie. Ja, we hebben dus de tocht gepland. Mm-hmm. En hier is het allemaal duidelijk. En uit ervaring weet ik dat als we dan straks buiten staan, dat het ook nog wel eens wat anders eruit kan zien. Ja, wat ik dan doe is, ik zet de GPS-track van de NKBV Tochtenwiki zet ik op mijn sporthorloge. En dan kan ik gewoon simpel de track volgen. Dat werkt voor mij heel goed. Dat is uitstekend. Hè? Sommige mensen schrijven het op. Of iemand anders die zet inderdaad in je telefoon. Maar je kan ook de kaart meenemen en het daarop uittekenen. Als het voor jou maar werkt.